uit die service van Strijbos. Dus van Meerbeek. Mooi werk van Hervé Mazon. Maar het was natuurlijk makkelijk door die slechte bal van de Belgen. 9-11. Fransen komen weer iets dichterbij. De Belgen hebben geregeld degelijk spel, maar kunnen het niveau niet aanhouden. En dat was de kale Glenn Hoek. 10-11. Het ziet er weer dreigend uit. Voor de Belgen slagen ze er niet in om hun tweede set van dit toernooi te winnen. 11-10. Het zit er natuurlijk nog altijd in. Zowel dat ze het niet doen als wel doen, het winnen van die tweede set in dit toernooi. Alleen tegen Modena hebben ze er eentje gewonnen met 15-8. Dat is natuurlijk niet kwaad, maar voor de rest hebben ze alle sets zowel in de voorronde als in de herkansingen verloren. 10-11 de Fransen weer aan service. Met Glenn Hoek. Hier komt hij. Kroes en Baters van achter de 3 meterlijn. Auw, 1,5 meter uit. Boos op zichzelf, Baters. 11-11. Publiek ontevreden. Afgeblokt naar uit. Weer service voor de Belgen. Het is wel het moment nu. Kroes. Gapet met receptie. Dat moet Baters afmaken. En dat doet hij ook in zekere zin. 12-11 voor de Belgen. Kroes, Gapet, Fabiani, Hoek, uit. Heel te hard geduwd. 13-11 voor de Belgen, wel wel. Het publiek zeer tevreden nu, terwijl Gapet er wordt afgenomen bij de Fransen. En Jacques Attia er weer op komt. Mag Ben Kroes serveren, 13-11 dus. Dat is die Attia. Fabiani, Breton. Plaatsballetje maar gemakkelijk doorzien door Baters. Rousseau pakt even de pas over en Baters. Goeie verdediging van Hoek. En goed aanvallend blok van de Belgen met Rousseau en Van Meerbeek. En dat betekent setbal voor de Belgen. Hier komt de herhaling. Kijk maar naar dat Belgische blok. Rousseau en Van Meerbeek. Aanvallend recht naar beneden. Setbal voor de Belgen. Hier is die. Uit en de set is binnen. Nee, aangeraakt, zegt de scheidsrechter. Set is niet binnen, te vroeg gejuicht. 11-14. Fransen serveren met Fabiani, de spelverdeler. Kroes liever met de pas. Nieuwe setbal voor de Belgen. Kroeso is een andere naam voor het Torhoutse duo. Ben Kroes de spelverdeler en Rousseau de man die nu klaar staat voor de tweede Belgische setbal. Het publiek krijgt er weer zin in. Belgisch blok, maar uit. Tweede setbal afgepakt. 11-14. Mazon, uit. Derde setbal voor de Belgen. Van Meerbeek. Fabiani. En hier komt Hoek. Lage verdediging van Rousseau. In één keer over. En dan een mooie setup zoals we er al veel hebben gezien. Tussen Fabiani en Eric Ngapet. Tekent 11-14. En derde setbal kwijt voor de Belgen. Danny Sanne wordt weer ingebracht. Die heeft in de tweede set de Belgen even weer hoop gegeven. Ze verloren die dan uiteindelijk nog wel met 15-12. Maar goed. Ze kwamen terug van een enorme kloof toen de Belgen, dankzij Danny Sanne vooral. Ja, goed, eenmansblok van Glenn Hogan. 12-14. Is nog niet gedaan. En we krijgen een time-out.
Hier hebben we de Belgen. Danny Sanne is de enige van Roeselare die erbij loopt. U weet dat een aantal andere spelers, vooral van Roeselare, heeft afgezegd om allerlei redenen. Studieredenen, ook familiale. Er zijn ook twee mensen van Herentals bij. Hier staat er maar één op het veld op het moment, Henk Strijbels. Maar ook Jacky Kempenaars heeft al behoorlijk wat meegespeeld. We zijn klaar voor het slot van deze derde set. 12-14 is de stand. De Fransen serveren, de Belgen leiden. Sanne met de receptie. Slechte receptie en afgemaakt door een gapet. Mijn schuld, zegt Sanne. Hij kan ook moeilijk anders. Vervelend moment, want daardoor wordt het 13-14. Goeie receptie nu van Sanne. Kroes. En goede aanval komt daaruit. Dat is het verschil. De receptie. Nieuwe setbal voor de Belgen. Herhaling hier. We moeten ons wel haasten ermee. Kijk. En hier komt de setbal van de Belgen met Johan Bates. Gesprongen. Receptie Gretten. Pas Fabiani en daar is een gapet en dat is gevaarlijk. Als die twee ertussen komen, is het elke keer om zeep voor de Belgen. 13-14. Een gapet. Serveert zelf. Slechte receptie opnieuw. Kroes probeert dat te redden. Niet gedaan. Kroes nog eens. Van achter de 3 meterlijn Bates uit. En niet aangeraakt. Jammer maar helaas. Dat betekent 14-14. En dus niet meer automatisch setbal als de Belgen de service veroveren. Kroes. Rousseau van achter de 3 meter. Goed hoor. Een gapet met de lage verdediging. En nu Sanne. Kroes met de verre pas op de hoek. Strijbos in het blok en daar bleef die bal eigenlijk ook hangen. Tussen de handen van deze man, Glenn Hope. 14-14. Geen nieuwe setbal dus, zoals ik al zei, maar wel service voor de Belgen. En kans om er een nieuwe te veroveren. Slechte receptie, afgemaakt. Nee, had moeten afgemaakt worden door Rousseau. En nu slecht aanzweven van achter de 3 meterlijn van de tweede Canadees. Hope niet gedaan, toch wel. Ja, ja, nieuwe setbal voor de Belgen. Nee, ze hebben de set binnen. Wat is dat allemaal op het scorebord? Ja, ze hebben de set binnen. Even wat verwarring. Ah, het scorebord past zich nu weer aan. Ik was net aan het denken, zijn er nog nieuwere reglementen uitgevaardigd die bij 14 al zeggen dat het gedaan is. Nu is het goed. Nu is het goed, nu hebben de Belgen hun tweede set van dit toernooi te pakken. Johan Bates. Bal voor de Belgen. 12-11 betekent dat. In deze vierde set kansje dus voor de Belgen om op 2-2 te komen. Dat zou prachtig zijn. Verloren de eerste twee sets met respectievelijk 9-15 en 12-15. Wonnen dan de derde met 16-14. En nu staat het 12-11 voor de Belgen. Terwijl ik het zeg, wordt het 11-12 in deze vierde set. Want de Fransen hebben de opslag veroverd. Paul Gretten hier, de Canadees. En Ngapet serveert. Kempenaars, receptie. Kroes. Mooi uitgemaakt. Strijbos had plaats. Ook natuurlijk door dat mooie aanvalsmanoeuvre. Kijk maar, kon er niet meer naast. Zo'n gat. 12-11. Serveert zelf. Strijbos raakt de netboord. Een wissel. Danny Sanne wordt er weer ingebracht. En Henk Strijbos gaat eruit. Chakatia bij de service die te ver gaat. 12-11 voor de Belgen die opnieuw mogen gaan serveren. Ook weinig tegen te beginnen. Hervé Mazon was dat. 11-12. Batens.
Goeie lage verdediging. Atja was dat. En hier komt Rousseau. Goed werk. Service weer voor de Belgen. 12-11. Kroes moet serveren. Hier is hij. Uit. 13-11 voor de Belgen. Wel onderweg. Naar tweede setwinst, of niet? Time-out aangevraagd door de Fransen. Hun tweede time-out. Het publiek heeft er weer zin in. Het zit erin dat de Belgen er nog een vijfde set kunnen uithalen. Het Franse team hier. En hier de Belgische nationale ploeg. Ben Kroes mag serveren voor de Belgen. Gapet, Fabiani. En vanop de hoek van achter de 3 meterlijn liever komt Glenn Hoek af. Met succes trouwens, 11-13. Sanna. Baat is afgeblokt, maar uit. 13-11, Belgen weer. Emile Rousseau. Gevaarlijke opslag. In. Even naar elkaar kijken. Deden de scheidsrechters en de lijnrechters en de Fransen krijgen de bal. En Gapet er weer even af bij de Fransen. Koussens, hoge receptie en nu komt Sanne. Atia en dan van achter de 3 meterlijn centraal Mazon, klink in het net. En dat betekent dat Kempenaars mag gaan serveren bij een 13-11 stand in deze vierde set. Receptie Mazon, Atia op de hoek. Mooi werk. 11-13. Receptie Sanne. Kroes. Goed afgeblokt van Glenn Hoek. Dat was een goede Belgische aanval hoor. Kroes is ontgoocheld. 12-13 betekent dat. Daar was iets niet helemaal in de haak bij deze Franse service zoals u zag. Hij was bijvoorbeeld al van een Canadees. 13-12. Batens. Atja. Raket erdoor. Sanne en Kroes is geen kans in het blok. 12-13. Ludovic Richard voor de Fransen nu net ingekomen. Kroes. Sanne afgeblokt, niet afgelopen. Atja. Publiek ontevreden. En dan Batens ook wat in de verwarring. 13-13. Dat betekent dat de Fransen op 2 puntjes van matchwinst en de 5e plaats in dit toernooi staan. Rousseau, Kroes, Rousseau opnieuw. Goed, goede lage receptie bij de Fransen ook, maar zo was het. Atia. Altijd gevaarlijk. Is het niet een Gapet, dan is het Atia. Dat betekent dus matchpunt voor de Fransen. En het is die Ludovic Richard die dat mag serveren. Rousseau, Kroes en dan Batens. Moeizame verdediging, maar Belgen kunnen niet afmaken. Toch niet onmiddellijk, Kempenaars, Kroes. Van achter de 3 meterlijn Rousseau. Ja, ja, gered dat matchpunt. Emile Rousseau met het nummer 6. Hier heeft hij hem. Matchpunt afgepakt. Strijbos mag serveren voor de Belgen. Herhaling van dat punt.
van achter de 3 meterlijn naast het blok en tussen de twee mannen in de lage verdediging in. 13-14 dus. Oeh, slechte bal van Hoog. Dat zouden de Belgen moeten kunnen uitmaken. Kroes, iets te ver die bal en het is Atia die dat balletje afstraft. En de Fransen een nieuw matchpunt bezorgt, het tweede. Kroes en Rousseau opnieuw. Weer is hij het die het matchpunt afpakt. 13-14. Belgen mogen serveren. Koeses. Fabiani. Oula. Knal door het centrum, Paul Gratton. Niks aan te doen. Derde matchpunt voor de Fransen. Glenn Hoog. Koeses. Kroes. En daar van achter de 3 meterlijn. Baters is die uit en dan is het afgelopen. Frankrijk. Tenminste, Fréjus wint deze partij. De vorige setstanden waren 9-15 en 12-15 voor de Fransen. Dan wonnen de Belgen de derde set met 16-14. Maar u heeft net gezien hoe ze de vierde set met 15-13 hebben verloren. We gaan trouwens nog eens kijken naar dat laatste punt. Die derde matchbal van de Fransen. En dus wordt Fréjus op deze manier vijfde in dit...